En de vakgroep anesthesiologie heeft vandaag in samenwerking met de Stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname een symposium pijnbestrijding verzorgd. Het symposium vond plaats in de ballroom van Hotel Torarica en is bedoeld om medische specialisten meer inzicht te geven over de behandeling van acute en chronische pijn. De anesthesiologe, oftewel pijnspecialist, Karen Smit zegt dat pijn een gewaarwording is dat door een zenuwstelsel wordt geleid. Pijn komt overal voor en moet serieus genomen worden, zegt Karen Smit. Uh, nou, wat ik erover kan zeggen is dat pijn iets is dat heel veel voorkomt. We weten dat uh, na elk letsel dat we oplopen dat er pijn optreedt en we weten ook uh, dat als pijn Vooral in het begin niet goed behandeld worden, dat het chronisch kan worden. En dat er heel veel patiënten zijn die dus chronische pijn hebben. Waarbij we in Suriname nog niet echt cijfers hebben daarover. Maar we weten dat in Nederland uh, ongeveer 2 miljoen mensen aan chronische pijn lijden. En dat is eigenlijk veel meer dan andere chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of hart- en vaatziekte. Dus chronische pijn is, denk ik, sowieso een groot probleem in de uh, gezondheidszorg. Um, dat als patiënten pijn hebben, dat we dat ook echt moeten. Uh, uh, hoe zeg je dat? We moeten dat ook echt geloven, om het simpel te zeggen. Um, en we moeten niet onderschatten dat het een heel groot probleem is, want het leidt ook uh, tot uh, uh, ziekteverschuim, uh, um, psychische stoornissen zoals we het over hebben gehad. Dus zorg ervoor um, dat je de patiënt serieus neemt en dat je de patiënt dus ook uh, behandelt voor de pijn en in die nodig ook verwijst uh, naar de pijnpolie. Dat was dus de anesthesioloog Karen Smit vandaag tijdens de symposium Pijnbestrijding. Dat verzorgd is in de balroom van Hotel Toradica.